Waar ben ik? Ik zie niet eens een voetbalclub. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe video op het kanaal. Het is tijd voor iets heel iets anders. Dit heb ik nog nooit gedaan op stream, maar we gaan vandaag, zoals jullie misschien in de titel hebben gezien, Geocacher spelen. En niet zomaar een Geocacher. Dit is Dutch Football Stadiums, oftewel Nederlandse voetbalstadions. En er zijn 50 verschillende die er hierin zitten. Dus het gaat ook, het is niet alleen Eredivisie, niet alleen Keukenkampioen Divisie, maar ook van de tweede divisie, de clubs. Dus dat maakt het misschien nog wat moeilijker. En je krijgt maar 90 seconden om zo dichtbij mogelijk te zijn, zeg maar. Ik ben heel erg benieuwd hoe we het gaan doen. Volgens mij is het per keer heb je 5 rondes. En je hebt dus 90 seconden om de juiste te kiezen. Dus ik probeerde deze video in ieder geval een paar te doen. Maar we gaan in ieder geval kijken hoe ik het ga doen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat eruit gaat komen. Laten we eens gaan kijken. Laten we start game drukken. Waar beginnen we? We beginnen bij Almere City. Dan moeten we hier eventjes kijken naar Almere. Die is hier, Almere. En dan moeten we kijken waar het Almere City stadion is. Want dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Ik kan wel even kijken. Ja, ik denk dat ik hier niet zo heel veel aan heb. Ik denk dat het toch echt een soort van zoeken moet worden. Het Almere City stadion. Dit is Almere Haven. Ik verwacht toch wel dat... Er is wel veel groen. Dat maakt het wel lastiger. Want meestal kan je een beetje op groen. Dit is VVAS. Dat zal het ook niet zijn. Almeerse hockeyclub. Almeerse sportclub. Rugbyclub. Hier moet het toch wel ergens zijn. Polderpark, rugbyclub. Bouwmeester. Sporting. Almere. Almere stad. Dat is toch wat Almere City betekent. Zal toch niet zo ver weg zijn. Waar staan mijn secondes? Oh, ik heb nog maar 26 secondes. En ik wil niet al te veel verliezen. Er moet toch hier ergens een Lumière Park. Je verwacht toch dat het hier ergens bij de sportdingen zou zijn. BSC. Jeugdland. Je zou toch zeggen dat ik moet in ieder geval ergens een keuze maken. Dat ik, als het af is, dat ik in ieder geval een keuze heb gemaakt. Oh, het is hier. Hier is het. Oh, ik heb bijna de volledige 5000 punten. Oké, ik heb het dus niet heel slecht gedaan. Laten we kijken naar nummertje 2. Play in next round. Hey, het beste, mooiste stadion van heel de wereld. Daar houden we van. Hier is dat stadionnetje. En we staan even kijken bij de parkeerplaats. Aan deze kant van het stadion zijn we. Als het goed is. Zeg ik dat goed? Als daar de rotonde is. Dan zullen we aan deze kant staan, denk ik. Hier. Ik verwacht dat we hier staan. Oh, we staan aan de andere kant. Shit, niet de volledige 5000. Oh, dat is wel zonde. In ieder geval, we waren in ieder geval heel erg dicht in de buurt. In ieder geval 2 keer achter elkaar dicht in de buurt. Daar houden we ook van. Overigens ben ik natuurlijk het AZ-stadion meerdere malen geweest. Maar in het Almere City-stadion nog nooit. Ik moet heel even checken welke club dit is. Dit zal een eerste divisieclub zijn, zo te zien. Ik herken het helemaal niet. Is er iets? Ik ga te weinig. Nou, loop die kant op. Waarom loopt hij die kant niet op? Dat is echt raar. Oké, kan ik die kant op? Dat is irritant. Oké. We gaan deze kant maar op. Misschien. Oh, fuck. Kut. 45 seconden. We gaan kijken. Misschien als we zo doen. Het is wel erg afgelegen, dit stadion. Nog steeds niet zien. Oh, dit is Emmen. Dit is FC Emmen. Dit is een Eredivisie stadion. Oké. Ik zal sowieso hier eventjes drukken. En dan gaan we kijken of we hier in Emmen ergens een stadion kunnen vinden. Dit is Pro Emmen. Het is erg aan de buitenkant van Emmen, als ik het een beetje kan beoordelen. Dit is het centrum. Maar Emmen is ook niet zo groot, zo te zien. Tennisclub Emmen.
WKE. Oh, het zit daar. Oh nee, het zit verder eruit. Zie je, het is verder naar buiten. Ja, dat dacht ik al. Minste punten tot nu toe. What the fuck is dit? Dit is gewoon een trapveldje. Dit kun je toch geen stadion noemen? Wat is dit? Een mooi paleis daar. Wacht, dit moet het ook al zijn? What the fuck? Mooi gebouw, maar what the fuck? Hoe moet ik nou weten waar we zijn? Hoe kunnen ze dit nou een van de 50 stadions noemen? Wat is dit? Waar zijn we in godsnaam? Ik heb geen idee hoor. Ik verwacht ergens in de provincie Utrecht. Beetje gooiachtig. Hilversum. Zeist misschien. Zeist. We gaan voor Zeist. Ik heb geen idee. Oh, we zitten helemaal in Haarlem. Oké, what the fuck. Hoe moet ik... What the fuck. Dit was niet eens een stadion. Ik vond deze echt niet eerlijk. En het FC Twente stadion. Dat is in NGD. Grolsvesten. Misschien zien we hem zo ergens staan. Nee, nog niet. Oosterbegraafplaats. Van de Valk. EVV Phoenix. Sparta Enschede. Zit het echt meer in het centrum dan? Zo te zien niet, toch? Bij het spoor, wacht. Dat is interessant. Ik ga sowieso in ieder geval dit alvast doen. Bij het spoor. Maar kan je spoor een beetje zien? Ja, dit is het spoor, wacht. Ga hier gewoon langs het spoor. Dus, ja. Volkspark, spoor. Volgens mij is dit nog steeds het spoor. Het is een begraafplaats. Nee, dan zijn we al te ver. Ik heb nog maar 16 seconden. Hè? Waarom kan ik het niet vinden? What the fuck? Helemaal daar. Dat is niet eens in Enschede, joh. Show high score. Ik heb het niet heel goed gedaan. Wacht, wat is mijn uiteindelijke... Oh, wat is mijn uiteindelijke score? Kan ik mijn eigen score niet zien? Mijn uiteindelijke score is 20.012 punten. We gaan hem nog een keer doen. Kan ik hem nog een keer doen? 20.012. Daar moeten we toch wel overheen kunnen komen. Gaan hem nog een keer doen. Dit is het Heerenveen stadion. In, niet te vergeten, Heerenveen. Nu moeten we hem alleen gaan vinden. Het meer. Dit is VV Heerenveen. Dit is het Abelenstra stadion. Tialf, dat is de schaatsbaan. En hier heb je nog een ijsbaan. Een golfclub. Voetbalvereniging Heerenveense Boys. VV Heerenveen met allemaal voetbalveldjes. Rugby. Rotondekerk. Dit is het ook niet. Heerenveen Zuid. Jongens. Waar moeten we zijn? De Heide. Is het ook niet. Kom op, stadionnetje. Noorden misschien? Nee. Misschien buiten? Nou, dat zal er niet buiten zijn, toch? Het is een school. Ik zou denken dat het groter is dan... Ja, dat het ongeveer net zo groot als Tialf zal zijn. Ik weet niet of het in de buurt van Tialf is. Oh, wacht. Ik heb nu geen timer. Wacht. Ik wil wel die ene met de timer. Waarom heb ik geen timer? Nou, het zal wel. We laten nu wel even zonder timer. Waar zou het zijn? Wacht. Ik wil wel... Abelenstra Stadion. Hier. En dan staan we er buiten... Dat het noorden is, dan zullen we denk ik hier staan.
14 meter, Hotsenvlots. 5000 punten. Dit is het Manmakersstadion. Dat is van RKC in Waalwijk. Waalwijk is niet zo groot. Dus zou je toch denken dat je die een beetje snel moet kunnen vinden. Voetbalvereniging Jump XL. Dan zou je toch zeggen dat het Manmakersstadion toch ook wel een beetje in BV Desk. Oh, hier, Manmakersstadion. En we staan, even kijken, die kant is het noorden. Dus dan staan we er rechts van. Dan staan we hier, als het goed is. 2 meter, Hotsenvlots. Dit is het. Of het Cars Jeans Stadion. Ik weet niet meer hoe het heet. Volgens mij is het Cars Jeans Stadion van Den Haag. En het ligt heel vlak bij de snelweg. Dat weet ik ook zeker. Want hier ben ik namelijk ooit geweest in dit stadion. Ik denk zo'n 2 jaar geleden. Het ligt langs de snelweg. Tennisclub. Ja, het Cars Jeans Stadion. En we zijn erin. Dus dan zullen we hier zijn. Ja, hop. Hier krijg ik dan geen... Dat vind ik zo'n onzin, hè. Want je bent wel in het stadion. Maar ja, niet eens te volledig. Wow, yo, wat is dit? Is het Sparta Stadion? Is het kasteel? Volgens mij wel, hè. Ja, Sparta zijn we. Sparta tegen Vitesse. Het Sparta Stadion is in Rotterdam of Keurs. Maar daar hebben we natuurlijk 3 clubs, dus... en ik heb geen idee. Het is in ieder geval niet in Kralingen. Want daar is Excelsior. En het is ook niet het grootste stadion wat ik kan vinden. Maar ik heb geen idee waar ik... waar in Rotterdam ik het stadion zou moeten kunnen vinden. Want daar ben ik gewoon helemaal niet bekend genoeg voor. Met Sparta. Sporthoek. Oh, en dan zijn we al in Zoetermeer. Dus het is hier ergens. Het is Erasmusbrug. Papendrecht. Het park. Erasmus. Station. Sportcomplex. Begraafwaskoolswijk. Hier hebben we Excelsior. Oké. Nou, daar zal het niet zijn. Parkenoord. Dus dan is hier ook ergens de Kuip als het goed is. Stadion Feyenoord. Dus de Kuip. Dat is hier. Dus ja, als je hier Feyenoord hebt en hier Excelsior. Dan zou je toch denken dat hier ergens Sparta zou moeten zijn. Sparta, ik kan Sparta niet vinden. Dus Delfshaven. Zoekweg. Weet je wat? We doen maar wat. Oeh, we waren heel dichtbij. Oh, die had ik nog wel kunnen vinden als ik heel even doorgezocht. Dit is het Koning Willem II Stadion. Roy Harten. Oké, Tilburg. Tivoli Park. Stadspark. Happy Italy. Even kijken. KFC Tilburg. Zwijzenplein. Kruifkoord. Zou dat in de buurt zijn? Papiano. Gamma Tilburg. Is dit het ook niet? Nee, het is atletiekvereniging. Tennisclub. Koning Willem II Stadion. En we zijn er buiten. Dus we staan aan de straat. Met parkeerplaats. Zouden we hier staan? Ah, kijk. Heel dichtbij. Oké. Doen we nog 1 keertje doen? We gaan nog 1 keertje doen.
play. Oké, dan gaan we nu die time limit weer erin zetten. Oké, hey, we hebben meteen Koning Willem II staan nog een keer. Maar nu hebben we wel een timer, dus nu moet ik wel kijken waar ik het ook weer had gevonden. Tilburg. Ja, Destil, Koning Willem II stadion. En we stonden hier, dacht ik, ergens. Kijk, 5000 punten. Next. Hey, we hebben weer het Almere City stadion. Waar zat die ook alweer? Kon ik me dat nog herinneren? Bij alle sportdingen zat die. Rugby. Almere City. Hier? Oké. Vind ik prima. Waar ben ik? Ik zie niet eens een voetbalclub. Zien jullie een voetbalclub? Ik niet hoor. Waar ben ik? Wacht, is dit RBC Roosendaal? Nee, want dat stadion staat erom. Dan zou ik toch bij dat stadion moeten staan, zou je denken. Maar ik ben wel in een hele rijke buurt of zo. Waar de fuck ben ik? Aannemersbedrijf Jansen. Ik... Oké, ik ga Roze... Of nee... Haarlem was het ook niet. Was de vorige keer dat we zoiets raars zaten. Zo een Veendam? Nee. We zullen toch in de grachtengordel moeten zitten. Ik verwacht hier Zandvoort. Welk stadion was dit? Dit moest bij de Vijverberg zijn. Ik heb het hele stadion niet gezien. Wat is dit? Nou, oh, de Vliert in Den Bosch. Oké. Okay. Jeroen Bosch ziekenhuis. Hier ben ik wel eens geweest. Best wel vaak zelfs. Dus die moet ik kunnen vinden. Zuiderpark. Kom op jongens, waar zitten we? Als ik alleen het Sportium al kon vinden, dan had ik het wel kunnen vinden. Het zit er wel een beetje buiten, dat weet ik zeker. En ook iets van het CBR kon zien of zo. Q1 Parking, Avans Hogeschool bij de West. Brabant Hallen. Sportclub, Bossen nog wat. Oké, ik moet alvast in ieder geval een keuze maken. Zo. Stationlaan. Kom op. Ik weet waar het ongeveer is, maar ik kan het niet vinden. Oh, dat is Geemert. Dan zit het er al verder naast. Oh. Zag ik dit gewoon niet staan? Waarschijnlijk heeft het de hele tijd in mijn beeld gestaan. Vermoeiend. Oké, welk stadion is dit? Heracles. Almelo. Maar waar in Almelo? Korfbalclub. Sportbedrijf. IJsbaan Almelo, je zal toch wel in de buurt moeten zijn. Meestal zitten al die sportgelegenheden bij elkaar. Jongens, waar moeten we zijn?
PH Almelo, PH Golf. Je zou toch zeggen dat het hier ergens zou moeten zien. Oh man. Drie kilometer. Het zat echt ver buiten Almelo, oké. Goed. Nou, dat was het ook weer, hè. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Vond je dit een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Wil je meer geocachers zien? Laat het dan zeker weten. En zie ik jullie al graag de volgende keer weer. Adios, amigos.